Nou, goedemorgen. Hier zijn we aangekomen bij de polier. Hier ga ik van kalkoendij een rollade maken. Kom even dichterbij. Dat zijn ze eigenlijk. En daar kun je hele leuke dingen mee doen. Een beetje kijken wat zo'n polier nou eigenlijk allemaal te bieden heeft. Het is best wel veel. Het is niet alleen maar vlees in de vorm van gevogelte of anders. Vroeger was de polier echt de wildman. Dat is een beetje voorbij. Het is eigenlijk van alles wat. Zoals je al zei, de wilde man. Dat is hij nog steeds, die wilde man. Kijk, hij verstopt zich gelijk. Dat had te laat. Het is gevogeld in de vorm van kip, kalkoen. En wild sowieso. Ik zal het even een beetje laten zien wat je hier hebt. Waardebonnen. Men is met van alles bezig. Ze grillen je kippen voor je. Ze maken allerlei leuke dingen. Ze maken satés. Als je dat zelf allemaal niet wil. Of als je dat allemaal wel leuk vindt, dan kun je zeggen van, hey, ik ga een kalkoendij kopen. Nou, dat gaan we bij deze doen. Ik wil wel graag zo'n kalkoendij. Ze schuift helemaal naar de kant. Ze vinden het best wel spannend. Nou, valt allemaal reuze mee hoor. Ze gewoon dieven stopt zich gelijk achter iets. Valt allemaal reuze mee. Gaat het zo mee? Zegeltjes erbij. Helemaal goed. Zo mensen, welkom terug bij de grote rode Jeff. Weer thuisgekomen van de markt. Altijd weer een hele happening. Mag ik graag komen in die markt. Fantastisch. En helemaal bij de polieren. Ze liggen zulke geweldige dingen. Ik heb niet alles genoemd natuurlijk. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. Tot en met landvlees aan toe zelfs. Het is niet altijd het wild zoals ik al vertelde. Maar je hebt er kip. Je hebt er echt, zoals ik al zei, van alles. Ik ga zeggen, ga gewoon eens bij je polier kijken. En praat eens met de beste man of vrouw. En kijk eens wat er mogelijk is. Het is echt niet te geloven, vind ik zelf. Wat gaan we vandaag doen? Nou, zoals ik al zei, we gaan een rollade maken van een kalkoendij. Ik heb hier een fantastisch stuk kalkoen. Wat we gaan doen is, zoals je hier ziet, een bot. We gaan hier het bot eruit halen. Dit bot loopt ongeveer zo. Hier langs, dat gaan we eruit halen. Maak een beetje open. En dan maken we hem dicht met heerlijke, nou, we hem eens gevuld hebben. Nou, we gaan aan de slag. Ik zal je de andere kant neerzetten, dat je goed kan zien hoe ik de bot eruit haal. En natuurlijk even het zootje van de kant, dan kun je het nog beter zien. Nou, aan de slag. Ik zal proberen zo min mogelijk met mijn handen in de weg te zitten. Zorg dat je goed scherp mes hebt. Uiteraard snap ik best wel dat niet iedereen dergelijke mes heeft. Iedereen zijn eigen messen. Maar weet je mensen, je kunt dit ook doen met gewoon een goed scherp aardappelschilmesje. Mits die maar fatsoenlijk scherp is. Even aanzetten, gewoon begonnen natuurlijk. Het is niet zo moeilijk, dit bevat maar één bot, je kunt het hier ook aan de zijkant zien. Het wordt gewoon doorgesneden, al gezaagd, zeg het maar. Nou, je volgt gewoon het bot, dus rustig hier langs, behulp voor je vingers. Ik doe het normaal natuurlijk niet zo, maar dit is puur bedoeld zodat jullie kunnen zien wat ik nou eigenlijk doe. Je haalt hem hier langs. Dit deel zit normaal in de dij. In het heupgewricht. Hier langs. Oh, excuseer mijn handen. Hier langs. Je snijdt het heel rustig hier langs. Open. En dan, als je dit zo ziet, zie je. Het bot begint al vrij te komen. Nu al. Het stelt niet zo heel veel voor. Het is maar. Ja, het is dus het enige. Het staande bot. Dus je moet gewoon zorgen dat je het even netjes uithaalt. Ik zal even een beetje van de plaats verwisselen. Zo. Hier langs. Hier langs. Hier langs. En dan, als je goed ziet, ik zal hem even draaien. Hier zit het een en ander aan huid. En dit is een wat dikker stuk. Gewoon netjes langs. Netjes langs. Ik moet zo een beetje bevroren. Zie ik. Ik kan hem al bijna vastpakken. Het is niet een heel dik bot. Ik heb hier mijn vinger eigenlijk al. Dus heel voorzichtig, want ik wil natuurlijk niet dat ik er doorheen ga. Maar dat is niet de bedoeling. Want laten we eerlijk wezen, hier zie je mijn vinger eigenlijk al. Dus pas op dat je er niet doorheen snijdt. Dat is jammer, maar dan loopt die leeg. Althans, tijdens het bakken, dat risico loop je. Nou, hier volgen dit. Hier langs. En hier langs. Rustig het bot volgen. Normaal doet het echt op een heel andere manier, maar het gaat er echt om dat jullie kunnen zien hoe ik dit nou precies doe.
Zoals je ziet, het is al bijna zover. Het bot hangt er los. Het ziet echt uit als een standaard bot uit de tekenfilm. Maar de hond mag dit niet, want het splintert heel erg. Vogelbotten zijn natuurlijk hol. Hier langs zegt hij het mes er langs halen. En dan zie je dat je dit al bijna los is. En voilà, hij is los. Dat is alles. Nou, wat heb je nou over? Dit gedeelte. Dit is knetterhard. Dit is een stuk kraakbeen. Dat is gewoon niet prettig om te eten. Dus ook dat halen we eruit. Nou, dat stukje halen we gewoon hier langs. Zie je, de huid halen we hier. Zorg dat die heel blijft. Zo. Hier langs, want hier is een stuk vlees. Dit kun je trouwens gewoon gebruiken om soep en zo van te koken. Dat doe ik ook. Ik gooi niks weg. Althans, niet direct. Als het een keer zijn smaak afgegeven heeft, dan gaat het natuurlijk, het bot gaat dan weg. Nu nog niet. Goed. Er zit wat beestjes en ander spul. Is niet zo heel erg. Het is niet zo erg als de drumstick. Daar zitten nogal eens de lange echt pezen aan. Die op je hand ook hier hebt. Die zijn best wel heel taai. Die zitten hier gelukkig niet in. Die zenen. Nou, dit is een dik stuk. Snijden een beetje verder zo. En dan kun je hier ook nog wat vulling onder kwijt. Het is niet echt een vulling eigenlijk. Het is een fantastische kruidenmassa. De bedoeling is dat ik hem ook gewoon zo, zo en zo weer dicht ga knopen. Dit is dan uiteindelijk wat je dan krijgt. Dit stukje hier even binnen. Zo. Dit ga je dan krijgen. Nou, gaan we even de kruiden snijden en de ui en de knoflook. En dan gaan we de boel opbakken. We gaan hem insmeren en we gaan hem dichtbinden. Lijkt me geweldig. Goh, ik heb er al zin in. Smak, smak. Ja, één keer. Knoflook. Die. Niet moeilijk doen. Hup. Dat is oké. Drizzle, sizzle. In dit geval doe ik dit. Iedereen koopt met wijn gelijk bij. Ik heb de afzuiger niet aan staan nu, dat jullie gewassen hebben. Nou, kijk, je ziet dat het water helemaal dicht bruinig. Ik denk niet van er komt er zoveel water in, dat valt wel mee. Want bijna alles is eruit. Ik haal hem nu. Ja, zo. Dus dit is praktisch alles losgekomen. Nou, bijna alles verdampen. Je hebt wel zo goed als al je smaak te pakken. Geweldig. We gaan hem even iets laten afkoelen en dan gaan we de kalkoendij vullen. Ziet er goed uit, top! Nou, het laatste gedeelte. Ik heb mezelf iets anders gepositioneerd, zodat je zoveel mogelijk kunnen zien wat ik doe. Af en toe zullen mijn handen in de weg zitten, maar ik zal het echt proberen zoveel mogelijk duidelijk te maken wat ik doe. Vullen. Nou, ik leg hem even zo neer, kun je zien. Wat ik vergeet was te vertellen in de ingrediëntenlijst, wat best wel belangrijk is, is een stukje is de mosterd. Mosterd gebruik je als een smaakmaker. Niet te veel. Als je denkt, nou, ik lust geen mosterd, hoeft niet. Is namelijk niet van belang. Het heerlijke is namelijk van dit. Mijn vrouw houdt ook niet van mosterd. Maar het heerlijke van mosterd als smaakmaker is dat je hem niet tegenkomt qua echt een mosterdsmaak. Mits je de hoeveelheid mosterd binnen de perken houdt. Een dikke laag ga je natuurlijk proeven. Maar dat is niet de bedoeling. Wat ben je verder nodig? Ordinair keukentouw. Dit touw kun je in de, nou eigenlijk wel de meeste supermarkten wel krijgen. Nou, aan de slag. We gaan eerst de kalkoen insmeren met wat mosterd. Dit is alles wat ik ga gebruiken. Doe het er even op. Ja. Dit is wel een vrij grote pan. Ik doe iets meer. Zo. Dan ga je maar rustig iets insmeren. Het is niet de bedoeling dat je er heel veel gebruikt, zoals ik al zei. Het is echt een smaakmaker, het voegt absoluut ertoe, laat je het wezen. Je zou er twee naast elkaar zetten, dan merk je onmiddellijk dat je iets mist. Het geeft net even dat kleine stukje extra kruidige smaak. Dan wordt hij toch wat vlak van smaak. Nou, dat zou jammer zijn. Hier zit wat te veel. Hier nog een beetje. Dat is één. Nou,
heb het laten afkoelen. Geweldig. De smaak hiervan is echt briljant. Ik heb het net even geproefd. Fantastisch. Zoals je ziet, zit er wat olie in. Dit komt er straks ook uitzetten tijdens het bakken. Geeft niks. Het wordt onderdeel van de saus die je er uiteindelijk van gaat maken. Het kan zijn dat je te veel hebt. Helemaal geen punt. Gewoon bewaren voor wat anders. Of, dat ga ik weer hiermee doen. Ik ga dit toevoegen aan de paddenstoelen. De reden is heel simpel. Je hebt het er al in zitten, dus de smaak zit mooi bij elkaar. En we gooien niks weg, hè? Dat is de bedoeling niet. Nou, even een beetje alles op plek. Dat alles geraakt wordt. Nou, dit is het gedeelte, dit is een stukje vet. Kun je verwijderen. Ik vind vet niet zo erg. Vet is helemaal niet slecht. Te veel natuurlijk wel, maar ja, overal wat er voor staat. We kennen het al. Nou, die kan aan de kant. Peper en zout weer. Opnieuw. Komt overal erg veel. Dit geeft uiteindelijk een heerlijk, ja, toch een lichte bite. Samen met die mosterd. Voor mijzelf is het iets dat ik denk, ja, tot. Vandaar dat ik er een beetje extra bij heb gedaan. Nou, wat doen we nu? Pak hem gewoon beet. En je klapt hem eigenlijk alleen maar dubbel. Je hoeft hem dus niet te rollen, helemaal niets in die richting. We gaan hem bijdraaien. Zo, dan kun je het vast beter zien. Even checken of je het goed gaat zien. Dat gaat goed komen. Nou, touw. Ik zal niet jullie vermoeien met allerlei moeilijke knopen. Dat doe ik ook niet. Er zijn hele handige knopen. Dus bestaan dingen, knopen als een slagersknoop, etc. Kost even tijd om die onder de knie te krijgen. Maar ik doe eens even gewoon een hele simpele, onnozele platte knoop. Ik heb hem even volgelegd. Zo. Dit stuk. Hierheen. Natuurlijk leg ik mijn rokkosje in de weg. Zo. Nou, ik heb het vast even onderdoor gehaald, zodat hij enigszins al aanwezig is. Dit is gewoon een kijk. Hier zit hij al deels dicht. Ik ga zo natuurlijk even iets anders doen, maar dit, hier gaat het even omdat hij even aan één zijde dicht zit. Nou, dicht. Nu de rest. Zorg dat je natuurlijk wel je vulling erin houdt. Knijp hem zo op. Af en toe zit ik even mijn handen in de weg, mensen. Wat doen we nu? Hierheen. Je pakt hem hier vast. Ik leg nu mijn hand hier op. Deze haal je. Maak je even een lang, dan pak je zo beet, dat je het hebt om het eronder door te trekken. Dat doe je. Pak hem vast. Leg het touwtje op de juiste plek waar je hem hebben wil. Dit is iets verder. Hier zit de ene, hier komt die andere. Lijkt moeilijk, valt reuze mee. Aantrekken. Hop. Je ziet dat ik hem onderdoor pak. Ik trek hierdoor een beetje vulling los, maar dat is puur omdat ik jullie dat wil laten zien. Helemaal niet erg. Vulling druk je voortje om gaan aantrekken. Gewoon weer ertussen. Aantrekken. 1, 2, 1. Vasthouden. Iets omhoog trekken. En 1. Hier. Dit smeer je gewoon hier weer bij. Next. Handen door. Vastpakken. Even aan. Strak houden nu. Iets aantrekken. 1 en 2. En zo gaan we de hele kalkoentij aan elkaar. Maar ik wil hem toch nog mooi hebben. Even zo. Dit stuk. Dit is het mooie hiervan. Wil je hem dicht maken? En kan dat? Door gewoon. Vandaar dat ik ook aan beide kanten een lange stukje heb overgehouden. Hierbij bind je hem iets dicht. Kijk. Hier onderdoor. Tweede poging. Is zo glad langs de hand. Zo. En klaar. Dicht. Andere kant. Zelfde euvel. Iets. Hier zat trouwens een hele handige flap. Dus zo, zo gaan we doen. Die knoop je gewoon hier aan de bovenkant vast. Want zout trekt wat vocht uit het vlees. In dit geval de dunne huid. Resultaat. Hij wordt heerlijk crunchy en knisperig. Beetje peper natuurlijk. Ik hou hem van de smaak van peper. Zo. Je kunt hem ook nog een beetje olijf, een beetje olijfolie of wat anders overheen doen. Doe ik zelf niet. Ik vind dit meer dan voldoende.
door het werken hiermee is er al het nodig aan de buitenkant ook gekomen. En mijn idee zit er gewoon genoeg olie op. Nou, nu dit. En dit is wel heel belangrijk. Ik steek deze hierin. Halverwege. Hij zit er nu zover hierin. Temperatuur. Nou, laatste stukje. Aluminiumfolie. Reden. Verbranden. Voorkomen. Voorkomen van branden. Niet meer, niet minder. Pas het laatste kwartier, ongeveer 20 minuutjes, haal ik dit weg. En dan kan dit mooi afbakken. Temperaturen 180 graden. Zo mensen, daar zijn we nu. Ik heb hem even laten rusten. Hij heeft een ruim uur in de oven gestaan. En dit is het resultaat. En waar ik al over had, kijk eens wat er in de fantastische residuur is achtergebleven in de ovenschaal. Hier heb ik al wat vocht bij gedaan. Een deel zit al bij de paddenstoelen die we straks bij gaan serveren. Geweldig. Nou, we gaan deze eens even aansnijden. Eerst het touwtje er natuurlijk af. Ja, doe het rustig. Het is heet. Als er een hand een beetje in de weg zit, excuseer daarvoor. Touwtje aan de kant. Nou, moment supreme. We gaan het aansnijden. Nette, rustige, mooie plakken. Heel goed gelukt. Hoorde je dat? Dat is waar ik het straks over had. Dat crunchy geluidje. Hij is perfect gelukt. Ik ben zeer tevreden. Want dit is natuurlijk je main attractie. Eén stukje. Hij is er best nog één. Twee. Nou, dan pakken we natuurlijk de paddenstoelen erbij. Kijk eens. Dit is gekomen van de paddenstoelen. Het lichte vocht. Geweldig smaak. Nou, mensen, we gaan een hapje wagen. Probeer het ook eens. En vergeet vooral niet te subscriben. Of op zijn Nederlands gezegd, maak er like het. En ga me lekker volgen. Er komt meer. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.